Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Meteen de kans voor Celtic en haast. Daar komt de corner. En Courtois komt ook, zit er met één hand bij. En kan Hatate dan knallen, dat doet hij zeker. Op de vuisten van Thibaut Courtois. Afgeweken voorzet, Abada nog niet. Wel Giacomakis en dat schot uit de tweede lijn tegen de paal. Oh la la. Kijk, weer een snelle spelhervatting. Hatate, afgeweken bal. En nee, niet binnen. Sommige fans hier voor ons die dachten dat dat het geval was. Maar bal gaat in het zijnet. Valverde met het schot. Oh, lala. Plotseling ruimte voor Federico Valverde. Benzema, die moet gaan. En deze man mag komen. Eden Hazard, nog geen half uur gespeeld. In Glasgow en Hazard, onze landgenoot, moet de topschutter van vorig seizoen komen aflossen. Carvajal, lage voorzet, daar is Hazard! En hij raakt hem half. De vlag blijft beneden, goed balletje van Hazard. Vinicius Junior voor de openingsgoal tegen de gang van het spel in. Nee, Joe Hart. Kijk, iedereen gaat meteen recht staan. Iedereen de handen op elkaar, daverend applaus voor de eerste helft van Celtic. Aan de andere kant zitten we bij Juranovic. Juranovic, scherpe voorzet, Maeda! Oh la la, Tyson Maeda, hij staat net op het veld als invaller. Dat is goed gedaan van Valverde. Hazard wordt er eigenlijk afgelopen door zijn ploegmaat, als het ware. Maar daar is Vinicius en de goal. Ja, natuurlijk. Vinicius Junior opent te scoren in Celtic Park. In minuut 56. De Braziliaan scoort alweer. En ja, het is een goede assist van Valverde. Tussen Hazard. Hier is Real Madrid opnieuw. De Hazard geeft mee met Modric. Modric kappen en schieten. Kan hij nog trappen? Buitenkant voet en binnen. 0-2. Met zijn buitenkantje. Luka Modric op een paar minuten tijd. Lijkt Real Madrid hier op klasse. Ja, toch wel. Carvajal legt hem terug. En Hazard, jawel. Het is 0-3 en Eden Hazard heeft gescoord in de UEFA Champions League voor Real Madrid. Het is pas de tweede keer dat dat lukt bij de Koninklijke. En wat gunnen we het hem? In november 2020 tegen Inter. En hier maakt hij er 0-3 van in Celtic. Kyogo, ja, die bal valt er maar net naast. Hier is Aksabanovic en nog een redding van Thibaut Courtois. 5 minuten voor tijd, dan toch nog eens een bal tussen de palen van Celtic. Goed van Mendy,
Hazard, hij moet doorgaan, hij moet naar die 16. Maar het is lastig, zie ik. Hij kan hem nog krijgen, maar nee. Het is Rodrigo die het zelf doet. Maar het is voorbij in Celtic Park. Ancelotti klopt. Postecoglou klopt. Celtic met 0-3. Het is de eerste zege voor Ancelotti in dit stadion. Uiteindelijk toch de logica op kwaliteit. Een enthousiast Celtic heeft de wedstrijd gekleurd voor de rust. 0-3 eindstand en een goal van Eden Hazard. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Oppo. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.